De MyTest Prostaat is bedoeld voor mannen boven de 45 jaar die graag hun prostaat willen controleren. Met de MyTest Prostaat doet u een meting van het PSA-gehalte, het prostaatspecifiek antigen in het bloed. Het prostaatspecifiek antigen is een eiwit dat normaliter door de prostaat in het sperma wordt afgescheiden en in kleine hoeveelheden in het lichaam circuleert. Waardes hoger dan normaal kunnen wijzen op de aanwezigheid van een aandoening aan de prostaat. Dit kan ontstaan door een infectie of ontsteking of een goedaardige of kwaadaardige tumor. Hoe voert u de test uit? Leg voordat u begint aan de test alvast een stopwatch klaar. Open de verpakking en pak alle onderdelen uit het doosje. Was daarna uw handen met warm water en zeep. Leg het benodigde materiaal als volgt klaar. Open het aluminium zakje, neem het testapparaatje uit het zakje en gooi het droogmiddel weg. Open het plastic zakje waar de pipet in zit. Draai voorzichtig en zonder te trekken de beschermende kap van het prikpennetje 360 graden rond. Neem de beschermkap van het prikpennetje. Deze heeft u niet meer nodig. Druk het prikpennetje tegen de vingertop. Doe dit aan de zijkant van de ringvinger. Na gebruik zal de prikpunt automatisch en veilig in het prikpennetje terugschieten. Houd de hand met de geprikte vinger omlaag en masseer de geprikte vingertop totdat er een druppel bloed verschijnt. Steek de punt van de pipet in de druppel bloed zonder in het bolle gedeelte van de pipet te knijpen. Het bloed wordt vanzelf omhoog gezogen. Masseer de vinger totdat het bloed tot aan de zwarte lijn is gekomen. Druppel het verzamelde bloed in de ronde uitsparing op het testapparaat. Dit kan door in het bolle gedeelte van de pipet te knijpen. Draai vervolgens het blauwe dopje van de plastic druppelaar. Druppel 2 druppels verdunningsoplossing in dezelfde ronde uitsparing waar ook het bloed in zit. Wacht 1 tot 2 tellen tussen het aanbrengen van de eerste en de tweede druppel. Wacht 5 minuten. Na precies 5 minuten leest u het resultaat af. Eerder of later aflezen kan een afwijking geven. De volgende resultaten kunnen mogelijk worden afgelezen. Negatief resultaat. Er is geen afwijking in het bloed aangetroffen. In het afleesvenster verschijnt alleen een gekleurde streep onder de letter C. Dit resultaat geeft aan dat het PSA-gehalte normaal is. Een negatief resultaat sluit een prostaataandoening niet uit. Als het resultaat negatief is, maar er zijn urineweegklachten zoals bijvoorbeeld moeite met plassen, pijn bij het plassen of vaker moeten plassen, neem dan contact op met uw huisarts. Positief resultaat, afwijking in het bloed aangetroffen. Er verschijnen 2 gekleurde strepen in het afleesvenster onder de letters T en C. Het kan zijn dat de streep onder de letter T lichter of donkerder is dan die onder de letter C. Dit heeft geen invloed op het resultaat van de test. Als u 2 strepen ziet, dan is het PSA-gehalte hoger dan normaal. Een verhoogde waarde kan op prostaatkanker wijzen, maar komt ook voor bij een goedaardige aandoening van de prostaat, een urineweginfectie of een prostaatontsteking. Bij een verhoogde PSA-waarde is altijd aanvullend onderzoek nodig door een arts. Neem daarom contact op met uw huisarts om de testuitslag te bespreken. Ongeldig resultaat. Als er geen strepen ontstaan of alleen een streep onder de T verschijnt en niet onder C, dan kan het resultaat van de test niet worden afgelezen. De test moet dan als ongeldig worden beschouwd. U kunt de test herhalen met een nieuw bloedmonster en een nieuwe MyTest prostaatverpakking. Bij twijfels over prostaatklachten is het advies om contact op te nemen met uw huisarts.